het is vandaag weer tijd voor mijn opgemaakte producten van de afgelopen maand, van de maand november. Ik heb weer een hele bak vol opgemaakte producten, dus laten we maar snel beginnen. Even kijken, als eerste. Weer wat anders dan normaal, namelijk een geurkaars. Super lekkere geurkaars. Deze ruikt naar kokos. Oh, naar tropisch eiland. Je zou het niet verwachten aan de kleur, maar ik weet niet meer waarvan die is. Maar volgens mij is die van de IKEA en ik vind hem echt super lekker ruiken. Oh, heerlijk. Deze hebben we altijd op het gangkastje gehad. En daar heb ik nu een nieuwe kaars van IKEA. Want dit is zeg maar niet echt de kleur die wij op ons gang hebben. Dus we hebben weer een grijze kaars. Die ruikt ook heel lekker trouwens. Dan deze, de Nivea Creme Care Douche Gel. Niet heel bijzonder. Zou ik eigenlijk niet een nieuw kopen. Deze, het is misschien niet helemaal de tijd van het jaar, maar ik had zo'n droge voeten. En het enige wat mij dan helpt is dit. En dit is de Hansaplast Food Expert Anti-Ilt met 20% urea. En urea schijnt dan het fantastische element te zijn waardoor het helpt. En ik moet zeggen, mij helpt dit als enige. En dan smeer ik het elke avond, smeer ik mijn voeten in, sok eroverheen en dan slaap. Of eigenlijk vraag ik wat of Sven ze in wil smeren, want ik vind het altijd heel naar om dan met die sokken, zeg maar, die dan zo, nou, waar dan dit spul intrekt, dat het dan zo, om daarmee te lopen, dat vind ik heel vies. Dus Sven die smeert het dan in. Heel fijn. Dan deze. Dit is de Ethos Verfrissende Peeling voor de normale en gemengde huid. Deze vind ik niet echt heel noemenswaardig, moet ik zeggen. Hij staat ook al een hele tijd in mijn douche, ziet er ook een beetje ranzig uit. Ik vind het niet een heel fijn product. Hoeven we het ook niet langer over te hebben. Mijn favoriete make-up remover, dat is deze van Nivea de laatste tijd. En dit is de Nivea Dual Effect Oogmake-up Remover. En dit is dus met twee delen, met een oliedeel en een niet-oliedeel. Ik weet niet wat het andere deel is. En dat schud je en dan haal je daar heel simpel je make-up vanaf, of je oogmake-up mee af. Ook waterproof, heel fijn. Dan heb ik alweer een nieuwe. Dan deze, en dit is een beetje zo'n, ik weet niet wat ik ervan vind, product. Dit is de John Frieda Luxurious Volume 7 Day Volume. En dit is een product en dat gebruik je onder de douche. Je was je haren en daarna breng je dit spul aan. Even kijken en dan zeggen ze van dan moet je je haar helemaal insmeren. Ik zit even te kijken hoe dat ook alweer allemaal werkte. En dan, nou ja, dan laat je dat 3 tot 5 minuten geloof ik intrekken. Ja, 3 tot 5 minuten intrekken. En dan kan je het afspoelen. En dan zou je haar dikker en voller zijn. Op zich werkt het wel. Maar niet zo erg dat je blown away bent door het resultaat. En ik vind het gewoon heel lang. Ik heb daar gewoon geen tijd meer voor met Niels. Ik kan niet, want vaak doe ik ook nogal een maskertje. Want ik was mijn haar zeg maar 2 keer in de week. En dan doe ik ook vaak een maskertje. Of ik laat mijn conditioner wat langer intrekken. En als ik daarna ook nog dit moet doen, daar heb ik allemaal geen tijd voor. Dus ik vind het een mooi product. Dan, je probeert er toch zo af te komen in het leven. Het is niet dat ik nou heel erg heb, maar ik heb het wel. Zoals ongeveer alle vrouwen, geloof 90% of zo, 89%. Dit is de Nivea Goodbye Cellulite. Deze is prima. Niet de beste die ik heb gehad, maar zeker ook niet de slechtste. Dan een tandenborstel. Wij hebben de Philips Sonicare. Hele fijne tandenborstel. Ik kan eigenlijk niet tegen die van Oral B, want dat getrilde ik eigenlijk altijd heel kriebel van in mijn neus. Maar die van Philips vind ik heel fijn, de Sonicare-lijn. En ook eentje van Sven. Deze heb je wel heel vaak zien opmaken. De Elvive Total Repair Extreme Ultra Geconcentreerde SOS Verzorging. Heel fijn. Moet ik overal opnieuw kopen, heb ik niet meer. Deze zie je ook heel vaak. De Hema Handzeep. En dit is de Happy Freshness, de lichtroze. Wattenschijfjes. En de rest is alweer van Sven. 2 keer de deo van Nivea, de Sensitive Protect. Deze, de Adidas Ice Dive. Nou, dit gebruikte die 100 jaar geleden. En dat is, ik heb de douche opgeruimd, dit stond er nog in. De Nivea Men Sensitive Douche Gel. Zijn favoriete, hoe noem je dit? Gel. Wax. Dit is de Bedhead for Men Matte Separation Workable Wax. En dit vindt hij echt heel fijn spul. Dit gebruikt hij nu al een hele tijd. Het is voor mannen die stijl en een natuurlijke afwerking willen behouden.
En hij is dus mat, waardoor hij dus niet eruit ziet alsof je heel veel zooi in je haar hebt. Dus ziet er super natuurlijk uit. En deze wax vindt hij gewoon hartstikke fijn. Mijn batterij wordt ondertussen even leeg als je denkt, wat loopt het gek over. En dan als laatste tandpasta. En dit is de Tea Tree Organic Tandpasta van Sven. En dat is het. Dat is alles wat ik de afgelopen maand heb opgemaakt. Ik kwam niet meer uit mijn woorden. Wat ik wilde zeggen is, dat is het. Dit is wat ik heb opgemaakt de afgelopen maand. Ik hoop dat je het weer leuk vindt om te zien. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt opgemaakt deze maand. En ik ben ook heel benieuwd naar je favorieten. Mijn favoriete filmpje komt er ook weer aan. Dus laat mij ook vooral weten wat jouw favoriet zijn. Dan kan ik die misschien ook eens gaan testen. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!